Wat ik zou willen doen in dit webinar vandaag is, ik zou jullie willen helpen om naar een positie te komen, hè, dus waarbij je dus boven het systeem waaraan je hulp verleent, om daar boven te blijven in een objectieve positie, maar juist doordat je er boven blijft en objectief kan blijven, met een open hart. Want ik denk echt, dat is waar PRI staat ervoor. De ondertitel van PRI is Love Math. Want het is een methode die is zo wiskundig. En vandaar wiskunde. Maar het heeft als doel te komen tot een open hart. Want ik denk echt, in alle problemen uiteindelijk, of het nou is één cliënt, of dat het is een relatie, of dat het is een heel gezinssysteem. Als wij als mens ons hart kunnen laten zien, en vanuit ons hart contact kunnen maken met die ander, dan zijn heel veel problemen op te lossen. Maar ja, dan moeten we eerst zelf uit natuurlijk, uit die angst van, oh god, welke regels heb ik, hoe moet ik daarmee omgaan, en wat krijg ik dan op mijn dak als ik misschien een keer iets doe wat net buiten de regels valt. En daarvoor is die kleinschaligheid, die helpt natuurlijk enorm, want dan kan je met een klein team dicht bij de mensen die je helpt, kan je interveneren. Nou, dan zou het heel fijn zijn. Oela, als jij je even zou willen voorstellen, want jij komt later ook nog in beeld. Fijn voor de mensen om even te weten wie jij bent. Ja, ik ben Oela Adriaanses. Ik werk in de jeugdhulp, maar ben tegelijkertijd ook PRI-therapeute. Dus ik ben, op dit moment werk ik als gezinsbegeleidster. Dus ik kom echt in de gezinnen met een kind, met een hulpvraag, met een diagnose. En daarnaast werk ik ook als PRI-therapeute in mijn eigen praktijk. Ja, ja. Oké. Fijn, Oela. Mooi. We zullen er later ook nog op doorgaan. Hè? Hoe dat dan voor jou uitwerkt, die combinatie. Wat je kan doen met PRI. Ja. Omdat we natuurlijk ook heel graag mensen hier vandaag iets willen aanreiken. Misschien hè? Iets praktisch waar ze verder mee kunnen. Mm. Dus daar kan jij natuurlijk heel erg behulpzaam bij zijn. Nou, en dan hebben we ook Saskia Rubbels. Hallo, Saskia. Hi. Even kort willen voorstellen. Ja. Ik ben Saskia Gubbels en ik werk bij de Raad voor de Kinderbescherming. Ik heb tot januari onderzoeken gedaan en ik heb vooral met ouders in scheiding gewerkt. En ik geef ook nu ouderbijeenkomsten voor ouders in scheiding. En ik adviseerde dus de rechtbank hoe te beslissen over waar kinderen moeten wonen en hoe de omgang moet gaan. Dus veel ervaring op dat vlak. Ja, oké. Nou, dus jij zit in de hardcore van deze sector, zou je kunnen zeggen. Hè? Ja. Oké, Saskia, nou heel fijn. Hè? Ik kom straks nog even bij jou terug om wat meer details te krijgen over hoe jouw werk eruit ziet. En op wat voor manier PRI daarin kan helpen. Ik zou dan eerst nu eigenlijk willen beginnen met de basistheorie van PRI uit te leggen. En dat noemen we de PRI-cirkel. En dat is eigenlijk een model wat, ja, je kunt dat heel moeilijk gaan uitleggen. Je kunt dat ook heel eenvoudig uitleggen. In de praktijk blijkt dat zelfs kinderen van 9, die kunnen dat al uitleggen, of misschien zelfs al jonger. Het spreekt kinderen ook heel erg aan. Als ik het iedere keer dat ik het zelf heb uitgelegd aan, zeg maar, echt jonge kinderen, hè, dus niet, heb ik het niet over pubers, maar echt kinderen onder de 10, dan leg ik het uit en dan zeg ik daarna van, god, vind je dit nou heel raar klinken? Want dan denk ik altijd, ja, zo'n kind denkt dan, ja, wat gaat dit nu over? En iedere keer tot mijn verbazing kijkt zo'n kind me dan heel open aan en zegt, nee, ik weet gewoon, zo zit het gewoon. Dat wist ik al lang. Dat is altijd zo leuk om dat mee te maken. Dus de cirkel, de PRI-cirkel zoals ik het dan noem, heeft blijkbaar, intuïtief maakt het al direct sens bij, ook vooral misschien wel bij hele jonge kinderen, omdat daar nog niet allemaal lagen zitten waardoor het moeilijk kan worden om het te begrijpen. Dus ik zou jullie graag die cirkel willen uitleggen en daarbij al meteen aangeven dat alleen al dit kunnen presenteren kan al ongelooflijk veel impact hebben, omdat het ontschuldigend werkt. Je laat namelijk direct zien aan mensen en dus ook aan kinderen dat hun probleem eigenlijk helemaal niet zo gek is. Dat dat gewoon een functie heeft. Dus dat is heel fijn. Dan denk je, oh,
ik ben dus niet gek. Het is gewoon alleen maar een afweer. En daar zit iets anders onder. Het is een manier om mezelf te beschermen tegen pijn die ik bij me heb. Dus het is heel onschuldigend. En tegelijkertijd is het ook heel... met een Engels woord empowering, omdat je kan zien wat je kan doen ermee. Dus het combineert een beetje de best of both worlds. Je kan aan de ene kant zien, het is niet mijn schuld, ik ben niet gek, het is normaal, maar ik kan er wel iets aan doen. Dus, snap je, in veel systemen kan jij zeggen, mensen worden onschuldigd en dan zeg je, ja, het is niet mijn schuld, het komt door mijn ouders. Oh, dan kan ik dus niks doen, want dan ben ik het slachtoffer. Of je zegt, ja, ik heb het in de hand, dus ik moet nu niet meer zeuren. Ik moet het nu gewoon gaan aanpakken, waarbij mensen dan het gevoel krijgen dat ze schuldig zijn. He, dus die twee, die combinatie, die werkt vaak heel mooi. En die kan zelfs levensreddend werken bij mensen die gewoon denken, nou, ik zie het niet meer zitten. Ik stap eruit, ik trek dit niet meer, noem maar op. Als ze gewoon deze simpele principes gepresenteerd krijgen en die begrijpen, dan kan het al een gigantisch impact hebben. Dus ik ga het jullie uitleggen. Ik zal het enerzijds simpel houden, maar wel compleet vertellen. Dus probeer naar mij te luisteren op een manier dat je denkt, oké, zo zou ik dat gewoon kunnen uitleggen aan een gezin, of aan een kind, of aan een ouder, of in een vechtscheiding. Want dit is natuurlijk ook wat er aan de hand is als twee mensen elkaar in de haren vliegen. Nou, laat staan een heel gezin. Het komt allemaal hierin terug eigenlijk. Dus het is een heel krachtig tool. En dat is ook goed, want dat vergeet ik anders te zeggen. Mocht je nou er meer informatie over willen hebben, want ik kan natuurlijk niet heel lang op ingaan, want we hebben niet zo heel veel tijd. Maar dan kan je natuurlijk altijd mijn boeken lezen. In elk boek staat het weer opnieuw uitgelegd. Op de PRI-site staan natuurlijk ook filmpjes. En als je er echt dieper op in wil gaan, is er ook een online course die ik heb gedaan. Dus daar kan je dan echt gaan kijken. Het zijn 13 afleveringen waarin ik dit allemaal toepas en uitleg. Maar er zijn allerlei dingen, zeg maar, waarin je dus verder informatie kunt krijgen hierover. Nou, laten we beginnen met, we krijgen dus nu een sheet te zien, dus dat zal jullie scherm dan nu gaan vullen. Tanja, jij je bediend hebt. Dus jullie zullen mijn stem horen, maar het beeld... Saskia doen. Oh, Saskia. Oké. Hartstikke goed. Ja. Oké, nou, ik begin altijd hier uit te leggen dat die cirkel, die teken ik dan zo op papiertje en dan zeg ik, nou, weet je, die cirkel die staat voor ons bewustzijn. Dat is gewoon wat, hè, als je met een kind praat, ja, wat er in je hoofd zit, hè, wat je denkt en wat je voelt. En in het begin is dat gewoon nog één geheel. Nou, dat is voor een kind, hè, jullie moeten het maar even vertalen naar hoe je het doet met een klein kind, maar... Voor een volwassene zeg ik, dat is in het begin, dus als we geboren worden, grosso modo, is dat bewustzijn één geheel. Nou, wat betekent dat? Dat is natuurlijk een beetje een abstract begrip. Dat betekent dat alles wat er in je bewustzijn komt, dus bijvoorbeeld, er komt in je hoofd, ik heb honger, dat leidt tot een reactie. Hè? Dus dan ga je iets doen wat daarbij past. Nou, wat past erbij als je honger hebt? Hangt een beetje vanaf hoe oud je bent, maar als je een baby bent, dan is het passend om gaan huilen. En dat je moeder dan komt om je eten te geven. Of als je een kleuter bent, dan kan je misschien wel zelf iets pakken ergens, een broodje uit de broodla. En als je volwassen bent, kan je natuurlijk gewoon denken, oh, over een paar uur ga ik eten, ik wacht nog even. En dus dit is het basisidee. Als het gaat zoals het bedoeld is, er komt iets in je hoofd en je denkt, oh ja, ik heb honger, nou, ik ga wat eten. Heel simpel. Maar, wat gebeurt er nou al heel snel, en dit is heel belangrijk, in ieders leven? Dit gaat niet alleen over het probleemkind. Het gaat niet alleen over het probleemgezin. Het gaat niet over het probleemsysteem. Dit gaat echt over ons allemaal. Dit gaat over mij, dit gaat over jullie. We lopen in onze eerste jaren allemaal, ervaringen op die op dat moment heel moeilijk eigenlijk te verwerken zijn, omdat we gewoon simpelweg daar nog te jong voor zijn. We kunnen nog niet hulp inroepen, we kunnen nog niet echt beseffen wat er eigenlijk gebeurt. Bijvoorbeeld, staat ook in mijn boek, de onschuldige gevangene, een babytje wat huilt, ja, die kan niet
ga zeggen tegen zijn moeder, mama, je moet nu echt komen, want ik ben eigenlijk heel erg bang dat je nooit meer terugkomt. Want ik snap niet dat er zoiets is als tijd. Ik snap niet dat je misschien nu even bij de buurvrouw een kopje koffie drinkt en dat je er over een half uurtje bent. Dat snap ik allemaal niet, mama. Voor mij is, als jij niet komt, dan voelt het voor mij alsof dat voor altijd zo zal blijven. Nou, en dat babytje kan natuurlijk al niet praten, laat staan dat het zich dit zou kunnen beseffen. Dus een klein kind wordt overweldigd, alleen maar door de ervaring. Ik ben alleen, ik huil, er komt niemand, ik lig hier, hè, zo zegt hij dat natuurlijk niet tegen zichzelf, maar voelt dat wel. En de angsthormonen beginnen gewoon door dat kleine lichaampje te suizen en die worden sterker en sterker en sterker, naarmate het langer duurt dat er niemand komt. Nou, dat is een voorbeeld van een hele normale, helaas, hele normale situatie die de meesten van ons hebben meegemaakt en die zelfs nu ook nog door een heleboel consultatieartsen gewoon wordt aangeraden als een onschuldige manier om een kind wat veel huilt te helpen om minder te huilen. Maar de inwerking op het hele systeem van het kind is gigantisch en betekent dus gewoon, ik ben overgeleverd, ik ben alleen, het is levensbedreigend, ik weet niet of ik dit nog ga overleven. Nou, zo zijn er allerlei normale ervaringen. Als we heel klein zijn, dan hoef je dus niet eens heel erg voor geslagen te worden, dan hoef je niet voor verlaten te worden, daar hoef je niet voor misbruikt te worden, hè, want dat erkennen we met z'n allen natuurlijk wel, dat dat heel erg is voor een kind. Dat dat heel veel impact heeft op het kind en op de rest van zijn leven. Maar dit gaat over dingen die we allemaal normaal vinden, maar die hebben ook al een enorme impact. Het ergste uiteindelijk, dat is ook denk ik heel belangrijk om goed te onthouden, is dat het allerergste voor een kind is niet eens al die afschuwelijke dingen die er helaas kunnen gebeuren, maar het ergste voor een kind is wanneer het alleen is daarmee. Dus een klein kind wat alleen wordt gelaten als die bang is in het donker. Of wat bang is om alleen thuis te zijn en toch voor de televisie wordt gezet. Een klein kind die gepest is of die verdrietig is en daarmee alleen wordt gelaten, belachelijk wordt gemaakt of wordt genegeerd. Of wordt gezegd, ja straks mama is nu druk of mama is nu moe of papa die komt straks wel. Een klein kind wat alleen gelaten wordt met emoties die hij zelf nog gewoon nog niet kan verwerken omdat hij te klein is. Dat is eigenlijk het aller pijnlijkst. En dat heeft de diepste imprint in dat kleine breintje wat zich zo hard ontwikkelt als het kind nog heel jong is. En het is ook goed om je te realiseren als je werkt met kinderen, dat je weet dat die diepste pijn is dat ze alleen zijn in die ontzettende moeilijke wereld waarin de kinderen waar jullie mee werken, dan moeten zien te overleven. Nou, goed. Dus dit gebeurt bij iedereen. Vervolgens is het, als het kind dat zou voelen de hele tijd, dan zou het dat niet kunnen overleven. Want alleen gelaten worden voor een klein kind is letterlijk levensbedreigend. Als het zich dat gaat beseffen. Want als het zich gaat beseffen, ik ben alleen en dat houdt nooit meer op. Ja, dan kan hij dat niet overleven. Dus het kindje moet al heel jong daar een soort muur maken in dat bewustzijn, wat ongedeeld was, dat bewustzijn deelt zich dan. Want dan blijven die dingen die zo pijnlijk zijn, die worden eigenlijk weggestopt. Die worden weggestopt in wat je zou kunnen noemen het onbewuste of het onderbewuste. Of er zijn allerlei termen voor, de amygdala of het emotionele brein. In ieder geval, afhankelijk van welk paradigma, wordt het weggestopt. En dat betekent dat het dus uit het bewustzijn gaat. En dan, een voorbeeld daarvan is dat je op school voor klassenfoto's, dan zie je al die kindjes daar staan. En als je dan weet wat dat kind op dat moment aan het meemaken is, hoe verpletterend dat in sommige gevallen kan zijn, dan zie je zo'n vrolijk lachend gezichtje, waar niets aan te zien is. Nou, dat betekent, dat kan simpelweg omdat het bewustzijn zich in twee delen deelt en hup, weg onder het kleed. Met al die pijnlijke dingen. We laten het niet meer doordringen tot ons bewustzijn. Omdat dat van levensbelang is, dat niet meer echt tot ons doordringt, dat we daarvan weg kunnen, anders zouden we het niet kunnen overleven, is er nog een ander mechanisme. En dat is dat die splitsing die er in het bewustzijn plaatsvindt, die wordt versterkt door er een muur bovenop te bouwen.
He, want het is heel belangrijk om te begrijpen dat die dingen die daar gebeurd zijn, die moeten gewoon niet meer terugkomen in het gewone bewustzijn. Dus die moeten eronder blijven. Nou, die splitsing is natuurlijk een heel goed systeem, maar daarbovenop wordt nog een ander systeem gebouwd. En dat is de muur van afweer, oftewel dat zijn de beschermingsmechanismen, de afweermechanismen. En dat zijn mechanismen die ons helpen om er helemaal zeker van te zijn dat datgene wat daaronder zit, dat nooit naar boven komt. Dat is een systeem waardoor een kind echt alles kan overleven. De meest ernstige verlating, mishandeling, misbruik kan weg worden gestopt en het kind kan naar buiten toe redelijk blijven functioneren. Nou, deze splitsing, die muur, daar zitten dus 5 afweermechanismen in. Ik denk niet dat we daar nu op ingaan. Ik zal ze wel even heel kort noemen. Die 5 verschillende manieren waarop wij ons dus beschermen tegen het voelen van dat wat verdrongen is. Dat is allereerst angst. Dus zo gauw je angst voelt, als er geen levensbedreiging is, dan is dat een mechanisme om niet te voelen wat er verdrongen is. Vervolgens ook alle zelfkritiek, alle gevoelens van ergens deugt er iets niet met mij, die we allemaal hebben, maar die we allemaal heel ver wegstoppen, want het is natuurlijk gewoon heel naar om te voelen. Dat is ook een ander afweermechanisme. Depressie en dergelijke hangt daarmee samen. Dus kinderen die lijden aan depressie, die lijden zelfs aan suïcidaliteit, dat hoort allemaal in deze muur van afweer, is een ander afweermechanisme, een mechanisme dus om iets anders niet te voelen. Net als angstklachten, wat ik net zei. Nou, vervolgens, daarbovenop heb je boosheid. Alles hè, van irritatie tot moordlust is een ander mechanisme wat ook dient, tenzij je leven bedreigd wordt. Hè, want onthoud goed, als er hier nu iemand met een mes op me afkomt, ja, dan is het wel heel nuttig als ik vlucht. Of dat ik de adrenaline heb om te vechten. Dus dan geldt het niet. Maar als er geen levensgevaar is en er is sprake van woede, dat kan variëren in gradatie natuurlijk, er is iets mis met de ander, dan is dat ook een mechanisme wat aangeeft dat er iets anders eigenlijk onder zit, dat er iets anders geraakt wordt. Het volgende mechanisme is het mechanisme van stress en van enorm je best doen en nog maar een keer proberen, nog maar een keer proberen. Dat is natuurlijk iets waar hulpverleners vooral heel veel last van hebben. Je geeft alles wat je te geven hebt en dan stort het vervolgens in. En ik kan me voorstellen in jullie werk dat dat ontzettend op de loer ligt. Want je wordt geraakt door de enorme pijn die je aantreft in gezinnen en bij kinderen. Je wil alles eraan doen. En dan denk je dat het lukt en dan gaat het misschien op een gegeven moment toch heel onverwacht weer mis. Nou, die cyclus is uitputtend en leidt dus ook heel vaak tot bijvoorbeeld klachten als burn-out. Als mensen heel veel in wat ik noem de valse hoop zitten. En tot slot is het laatste systeem, de laatste manier om jezelf te beschermen tegen wat er eigenlijk onder zit, is een mechanisme waarbij we eigenlijk gewoon niet meer voelen. Weet je, als je op een gegeven moment alles hebt gegeven wat je te geven hebt en het is niet genoeg geweest en je bent boos geweest en ook dat werkt niet, ja, dan kan je murf worden. Dan kan je gewoon murf worden en dan denk je, nou weet je, ik ga gewoon regels volgen. Ik ga geen extra initiatief meer nemen. Wat moet ik nog? Wat kan ik nog? Dat is natuurlijk een hele verdrietige manier om te functioneren. Maar dat is iets wat ongetwijfeld ook kan voorkomen bij mensen die jullie workload hebben. Nou, dat is de afweren die ervoor zorgen dat die pijn wegblijft. Nou, hoe gaat dat nou in de praktijk? Hoe ziet dat eruit? We hebben trouwens even hierboven staat VB en KB eronder. VB staat voor volwassen bewustzijn en KB staat voor kindbewustzijn. Volwassen bewustzijn is het bewustzijn waar we allemaal in zitten op het moment dat je voelt, nou, het is allemaal prima. Ik zit er lekker fris bij, ik heb er zin in. Weet je, het leven voelt niet als zwaar en als heel ingewikkeld. Oké, ik heb wel problemen, er zijn altijd wel dingen, maar oké, die kan ik aanpakken. Dat ga ik ook aanpakken, ik ben actief. Maar ik voel dat ik een keuze heb, ik voel dat niks voor altijd is, of dat niets nooit meer goed komt. Weet je, er is altijd wel iets te bedenken en als er niets te bedenken is, nou goed, dan is het ook meestal wel te overzien. Ik kan mijn eigen behoeften voorzien. Dat is ook heel belangrijk, hè? Als je het gevoel hebt dat je afhankelijk bent van anderen,
dat is ook echt een kenmerk van kindbewustzijn. Dus dit zijn keuze, tijdelijk, besef van tijdelijkheid en eigen invloed. Dat zijn kenmerken van het volwassen bewustzijn. En dat voelt het licht, ongeacht wat er aan de hand is. Zelfs als er moeilijke dingen spelen, dan nog, is dat je staat, je mentale en emotionele staat van zijn voelt licht en capabel om dingen aan te gaan pakken of om hulp in te roepen als het nodig is. Het kindbewustzijn daarentegen, als je daarin terechtkomt, dan ziet de wereld er heel anders uit. Dan voel je je klein, dan voel je je afhankelijk. Van ja, ik kan niks in mijn leven, want weet je wel, hij of zij bepaalt alles. Je voelt je overgeleverd aan anderen en je hebt ook het idee dat dingen voor eeuwig duren. Dus het zal nooit meer goed komen of het zal altijd verkeerd blijven. En dus het gebrek aan tijdsperspectief, het gebrek aan ervaren autonomie en keuzemogelijkheid zijn echt kenmerken van hoe de wereld is voor een kind. Want een kind is overgeleverd, kan niet zelf kiezen en heeft geen tijdsperspectief. Dat is heel belangrijk. Dus zo gauw je het gevoel hebt van, oh, dit gaat nooit meer goed komen, het gaat altijd duren, weet dan dat je niet meer in een volwassen bewustzijn bent. Nou, die kenmerken zijn heel belangrijk om te begrijpen, want gedurende de dag worden wij vele malen, komen wij situaties tegen, en dat noemen we symbolen, S staat voor symbool, symbolen, situaties komen we tegen, die zonder dat we dat doorhebben, op een of andere manier lijken, qua detail, ergens lijken op iets wat in het verleden is gebeurd, toen we dus nog heel klein waren, en wat heel pijnlijk was, wat we niet konden verwerken. En dat leidt ertoe dat we in plaats van de situatie in het hier en nu effectief aan te pakken en ons gewoon krachtig te voelen als volwassene die denkt, hé, wat is hier aan de hand? God, wat kan ik ermee doen? Hé, ik kan hulp erbij gaan roepen? Nee, in plaats daarvan worden we afgevoerd, zo noem ik het, door onze afweren in een van die vijf mechanismen die ik net noemde. Nou, dit is een ongelooflijk belangrijk principe. Dat je dus, er bestaat dus zoiets als onbewuste waarneming. Nou, er is een hele mooie term voor. En degene die dat interessant vindt, kan daar verder over doorlezen. Dat heet neuroceptie. Neuroceptie. Dus je hebt perceptie. Perceptie is, hé, ik zie dat ik hier tegen een computer aan zit te kijken. En dat is, ben ik bewust van. Maar neuroceptie is dat ik misschien wel bij een aantal van jullie gezichten die je kan zien, een bepaalde uitdrukking waarneem, waar ik me verder niet zo van bewust ben, maar die raakt aan misschien wel de uitdrukking op het gezicht van, stel, hè, mijn moeder, fictief voorbeeld, hoe ze naar mij keek vlak voordat ze bijvoorbeeld aan de drank ging. Mijn moeder is niet aan de drank, maar goed, even voor de duidelijkheid. Hè, zo werkt het. Of misschien heeft een van jullie een blouseje aan, een kleur, die precies lijkt op de kleur die mijn vader op zondag altijd aan had. En dat hij op zondag, nadat hij uit de kerk terugkwam, mij begon te slaan. Zo werkt het. En dan weet je dat helemaal niet meer. Je weet bewust niet meer, oh ja, die kleur lijkt op mijn vader toen hij dat ging doen. Dat is allemaal weggemaakt. Maar niet in onze, ja, je zou ook, hè, dus in die neuroceptie. Dus we hebben het vermogen om dingen waar te nemen. En het is heel vaak wat we visueel of auditief waarnemen. Wat dus het lijkt op iets wat we eerder hebben meegemaakt, wat we hebben moeten verdringen. En vervolgens gaan we dus uit het volwassen bewustzijn, dus uit dat gevoel van, nou ja, oké, het leven is prima. Sterker nog, het leven is prachtig eigenlijk. Ja, er zijn wat dingen om te regelen. We hebben het allemaal te druk. We hebben allemaal wel eens een keer iets wat moeilijk is. We hebben allemaal wel eens een keer een crisis bij de hand. Dat is gewoon onderdeel van het leven. Live events horen erbij. Maar als volwassenen, als ik snap dat dat niet voor altijd duurt, en als ik snap dat ik om hulp kan vragen, dan kan ik het gewoon gaan aanpakken. Dan hoef ik niet helemaal angstig te worden. Dan hoef ik niet depressief te worden. Dan hoef ik niet woedend te worden. Dan hoef ik ook niet totaal in de stress te schieten en zo hard mijn best te gaan doen dat ik een burn-out krijg, zoals ik zelf heb meegemaakt. En ik hoef ook niet een fles drank erbij te pakken om de handel tot rust te brengen en te denken, nou weet je, laat me even zitten. Ik doe Netflix vanavond met een fles wijn.
om mezelf gewoon weg te maken. Dan hoeft dat allemaal niet. Maar we zijn dus in de ban, zonder dat we dat weten, van een mechanisme, neuroceptie. En voor degene wat ik net zei die dat interessant vinden, die kunnen op gaan zoeken het boek van Stephen Porges. Dat is P-O-R-G-E-S. Die hierover schrijft. Die heeft een hele interessante theorie ontwikkeld. De polyvagal theory. Hij beschrijft onze afweersystemen op een fysiologisch en neuraal niveau. Dat is razend interessant. Het laat ook de, zeg maar, zien hoe het fysiek werkt in ons lichaam, deze afweren. Maar die introduceert ook dus de term neuroceptie. Nou, dat hebben we dus de hele dag door. Allemaal. Dus dat is een onvoorstelbare eye-opener als je weet hoe je dat kunt decoderen. Dus dat decoderen begint met stap 1, natuurlijk dit weten. He, dus je kunt een kind uitleggen, ja, er zijn altijd dingen gebeurd die misschien verdrietig waren. Die heb je moeten wegstoppen om dat niet te voelen. Nou, vervolgens zijn er dan overdag dingen die je bijvoorbeeld daaraan doen denken, maar dat weet je helemaal niet. En opeens merk je dat je heel bang wordt, terwijl je denkt, waarom ben ik dan bang? Of je wordt opeens heel boos. Nou, en zo kan je het aan een kind ook uitleggen. Trouwens, in mijn boek over opvoeding, De Onschuldige Gevangene, heb ik beschreven hoe je dit kunt uitleggen aan kinderen in de verschillende leeftijdsgroepen. Dus kinderen, ik weet het niet meer uit mijn hoofd, maar tot 6 jaar, tussen 6 en 9, van 9 tot 13 en 13 en ouder. En dus als je dat wilt, als je daar hulp bij wilt hebben, dan kan je dat in dat boek vinden. Voor jonge kinderen ook met tekeningetjes erbij, dan snappen ze het nog sneller. Dus dit systeem, dus stap 1 is om dit te weten. Dus leg dit vooral aan iedereen uit, zo gauw je natuurlijk zelf het gevoel hebt dat je daar, dat je het zelf goed begrijpt. Dat je daar natuurlijk comfortabel in voelt. Leg het uit en je kunt het gebruiken ook om uit te leggen wat nou eigenlijk de basisbehoeften zijn van kinderen. En daar verwijs ik ook weer even naar dat boek over opvoeden, De Onschuldige Gevangene. Daar leg ik dat uitgebreid uit. Ik zeg de basisbehoeften zijn 2 dingen van kinderen. Dat is ARE, dus R in het Engels. Hè? Are you there for your children? Want waar staat ARE voor? Dat is wat heeft een kind nodig? A, aanwezigheid. Allereerst, zoveel mogelijk aanwezigheid van die ouder, liefst. Maar niet zomaar aanwezigheid, want boze aanwezigheid, daar wordt een kind ook niet gelukkig van. Dus de bedoeling is dat die aanwezigheid responsief is, de R. Responsief, dat wil zeggen dat die ouder die daar is, reageert op het kind. Dus een ouder die aanwezig is, maar die niet reageert, dat is erg, erg pijnlijk voor kinderen. En dat gebeurt heel veel en laat hele diepe sporen na. Dus responsief aanwezig zijn. Maar dan vervolgens, als je dus reageert, is het natuurlijk heel belangrijk om te weten, hoe moet je dan reageren? Wat heeft een kind nodig? Hè? Want je kunt reageren met boosheid. Ja, afblijven, niet doen, ik had het toch gezegd. Hè? Nou, dat is natuurlijk niet de aanwezigheid en de responsiviteit die een kind nodig heeft. Een kind heeft tot slot empathie nodig. Dus de E van empathie. Dus A, aanwezigheid, responsiviteit, empathie. Dus dat zijn de basisbehoeften, zou je kunnen zeggen, van een kind. Dus die kan je ook heel mooi uitleggen aan ouders. Ik zeg van, als er dus te weinig aanwezigheid is, of als die aanwezigheid er is, maar hij reageert niet op je kind, omdat je moe bent en bijvoorbeeld in bed ligt, of je reageert wel, maar je bent eigenlijk steeds boos, dan is er geen empathie. Ja, dat zijn dingen die al bij een kind heel veel impact kunnen hebben. Dus dat is 1 ding om te onthouden. En het andere principe wat ik ook introduceer in dat boek is GVS. Hè? Dus geef us, hè? Geef mij eens, GVS. En G staat voor gezondheid, V staat voor veiligheid en S staat voor schade aan derden. En dat principe van GVS, dat zijn zeg maar voor mij de criteria die ik aan mensen geef met betrekking tot ingrijpen in de opvoeding. Dus wanneer moet je nou gaan ingrijpen bij een kind? Wanneer moet je nou een kind echt op een of andere manier een kader gaan zetten? Nou, dat is als een gezondheid in het geding is. Hè? Dus als een kind alleen maar suiker wil eten, koekjes wil eten, dan is de gezondheid in het geding. Dus dat is een reden om in te grijpen.
als een veiligheid in het geding is. Als het kind op straat wil spelen waar heel veel auto's langskomen, dan is er veiligheid in het geding. En als het kind schade doet aan anderen, dus als het kind door het huis heen rent en alles kapot maakt, dan is dat ook een reden. Maar als een kind bijvoorbeeld zijn haren niet wil kammen, ja, daarmee is geen GVS, is daarmee niet aan de orde. Dus dat zijn dan, dan kan je zeggen, nou ja, oké, bijvoorbeeld mijn eigen dochtertje, die wil nooit haar haren gekamd hebben tot een jaar of twee. Ik dacht, nou ja, oké, dan niet, weet je. Dus die liep met een gezellige borstje rond. Dat is niet een bedreiging voor een van deze principes. Dus dit is een leidraad die ik zelf heel handig vind om ouders te geven van wanneer moet je nou echt iets gaan doen? Wanneer moet je nou proberen op een of andere manier in te grijpen? En dan natuurlijk wel ingrijpen met empathie, aansluiting bij het kind. Oké, even terug. Nou, dus stap 1 is deze cirkel. Kan je dus uitleggen aan van kind tot volwassenen tot ouderen. Iedereen kan dit op een gegeven moment snappen en voelen vooral. Van ja, inderdaad, daar kan ik me iets voor voorstellen. Ik kan voorbeelden van je eigen leven geven. Voorbeelden helpen natuurlijk heel erg. Vervolgens, als je dit weet, dan is hoe ga je er dan mee aan de slag? Nou, de eerste stap is om te gaan herkennen dat er een afweer geactiveerd is. Dus die 5 verschillende principes die ik net noemde, die 5 verschillende afweermechanismes, die te gaan herkennen door een dag heen. Dus het kind waarmee je werkt te helpen die te gaan herkennen. Of de ouders waarmee je werkt te gaan helpen die te herkennen. Dus iedere keer dat die ouders heel boos worden en elkaar in de haren vliegen, dan kan jij in ieder geval al weten, hey, hier zit iets diepers achter. Dat gaat niet alleen over het hier en nu. Daar zit iets in van hun eigen geschiedenis. En dus die afweer herkennen. En dan vervolgens, de volgende stap is, dan weet je dat als er eens een afweer is geactiveerd, dan weet je dat er een symbool is waargenomen. Hè? Dus de neuroceptie, de onbewuste perceptie. Iets is gebeurd in het hier en nu, waardoor die oude pijn daaronder is geraakt en waardoor de persoon in kwestie in een afweer terecht is gekomen. En vervolgens heeft dat weer gigantische invloed op de ander, want als de een in een... Dus bijvoorbeeld moeder ziet de blik van vader die uit het raam staart en die denkt, onbewust neemt ze dat waar als een enorme bedreiging, want dat komt uit haar eigen verleden. Dan raakt zij angstig en begint in de keuken te schuifelen. Vader die hoort het zenuwachtige geschuifel en het kan heel goed zijn dat dat voor hem iets is wat raakt aan hoe het vroeger ging voordat hij bijvoorbeeld door zijn vader in elkaar geslagen werd, dat er eerst een gedoe in de keuken was met allerlei geschuifel, weet dat ook niet, dus die wordt ook extra gespannen. Nou, zoveel elkaar maar te zien of het lontje is natuurlijk heel snel explodeert het. Dat is een voorbeeld, maar zo zijn er duizenden voorbeelden natuurlijk te bedenken. En heel goed om het op die manier uit te leggen. Nou, dan is de volgende stap is om te gaan kijken, wat is dat nou precies? Wat hebben we nou onbewust waargenomen? Nou, en dat is een volgende heel krachtige tool wat PRI je kan geven. En dat noemen wij het ontleden van het symbool. Want je moet je voorstellen, je neemt dus iets waar via de neuroceptie, dus daar heb je geen idee van, maar opeens voel je een van die 5 af. Dus je wordt opeens bang, of je gaat je heel onzeker voelen, of je wordt heel geïrriteerd, of je gaat ontzettend, gestrest voelen, of je denkt, nou, waar is hier de uitgang? Ik wil even helemaal niks, weg met al het gedoe, er is niks aan de hand. Opeens voel je dat. En dan is natuurlijk de vraag, hoe komt dat? Nou, ons hoofd zit zo in elkaar dat we, als we een plotselinge shift in ons gevoel ervaren, dat we om ons heen gaan kijken en denken, oh, ja, natuurlijk voel ik me rot, want het is ook heel slecht weer. Of, natuurlijk zie ik het niet meer zitten, want ik heb zo'n gigantische caseload. Ik word helemaal gek ervan, weet je. Ik kom hier nooit doorheen. Dus dat is logisch dat ik dat voel. Ons hoofd, met andere woorden, attribueert en schrijft onze gevoelstoestand en onze gedachten direct toe aan iets in het hier en nu. Maar we weten inmiddels, als je dit gaat snappen, dan weet je dat dat niet waar is. Dat er eigenlijk iets heel anders aan de hand is.
En dat kan je door middel van het instrument van symboolontleden ontcijferen. En dat is echt heel erg verrassend hoe dat eruit ziet. Mensen zeggen wel eens PRI is als een soort decoder. Zonder decoder krijg je een televisiesignaal binnen wat alleen maar grijs is, ruis. En dan zet je die decoder aan en opeens, paf, dan zie je daar alle beelden en alle geluiden. Dat is wat het symboolontleden kan doen. Dat je eens gaat zien, oh, dit is aan de hand. Hoe dat precies werkt, dat ga ik demonstreren. Dus dat wil ik nu dan niet meteen gaan uitleggen, want ik zit al heel lang te praten. Dus ik zou eigenlijk nu even willen stoppen en even willen kijken of er vragen zijn, de aanleiding, dus niet over van alles en nog wat, maar vragen zijn naar aanleiding van wat ik nu heb uitgelegd. Want als dit duidelijk is, dan kunnen we verder. Oké, ja, dat is wel mooi. Laat me even zien. De muur van afweer. Ja, die heb ik al uitgelegd. Dus dit is een doorsnee van die muur. Die zit tussen het volwassenbewustzijn en het kindbewustzijn. Dan hebben we daaronder de angst. Dat is een soort, het ziet er een beetje gek uit, deze lijn. Dat moet een soort elektriciteitsdraad zijn. Want als je de angst afweer raakt, dan is het alsof je gewoon 10.000 volt krijgt door je heen. En dan wil je maar één ding. En dat is heel hard wegrennen. Nou, daarboven heb je wat wij noemen dus de primaire afweer. En primaire afweer bestaat uit alle gedachten waarbij je denkt, er is iets met mij niet in orde. Ik kan het niet. Ik deug niet. Het is mijn schuld. Ik ben te dik. Ik ben te dun. Ik ben te jong. Ik ben te oud. Nou, maakt niet uit. Ik ben gek. Alle gedachten die erop neerkomen dat er iets met jou niet in orde is. Dat is primaire afweer. Daarbovenop krijg je de valse macht. Dat is alles wat met irritatie en boosheid te maken heeft. Oftewel, er is iets mis met de ander. Hè? Primaire afweer, er is iets mis met mij. Valse macht is, er is iets mis met de ander. Dus dat is de aanvalsmodus. Valse hoop, dat is de hoop van, nou ja, als ik nou maar heel erg mijn best doe, als ik nou nog harder ga werken, dan kan ik het probleem wel oplossen. Dan komt het wel goed. Nou, dat is vechten tegen de bierkaaien en het is uitputtend. En daar krijg je het vaak de hulpverlener. Het hulpverlenersyndroom is natuurlijk echt heel erg de valse hoop. Die uiteindelijk dan ertoe leidt dat de hulpverlener zelf een burn-out krijgt. En daarbovenop de ontkenning van behoefteafweer. Dat is de afweer waarbij je dan gewoon niets meer voelt. En die wordt in onze maatschappij ontzettend hoog gewaardeerd. Want mensen die veel OVB hebben, die komen heel rustig over. Die hebben, niet zoveel emoties. Die lijken in control te zijn. Die lijken alles wel te overzien. Maar helaas hebben dit soort mensen die veel OVB hebben, die staan dus heel ver af eigenlijk van hun eigen gevoel. En dus ook van de uitgang. Want de uitgang uit deze muur van afweer, want dat is het hele idee van PRI, is om uit de afweer te komen waar we dus zoveel in zitten allemaal. Om uit die afweer te komen en in dat volwassen bewustzijn te komen. Want dat volwassen bewustzijn, nogmaals, als je daarin zit, is het leven goed, het leven is mooi. En natuurlijk zijn er problemen, maar die kan je gaan aanpakken. Dus het is meestal, mijn uitspraak is altijd, als je het heden kunt beleven voor wat het werkelijk is, is het meestal verrassend onbelast. In onze luxe positie moet ik er natuurlijk wel bij zeggen. Wij zitten natuurlijk wel in een land waarin we vrij zijn. Waarin we niet kunnen worden opgesloten als we onze mening uiten. Waar er geen dictatuur is. Dus in dat land leven wij. Nou, de demo is met Oela. Oké, dus wat ik zal gaan doen nu met Oela is ik zal Oela gaan vragen naar een situatie die bij haar een afweer heeft geactiveerd. Een van de 5 afweren. En dan zal ik met haar gaan kijken naar aanleiding van welk symbool. Hè? Dus dat is de onbewuste waarneming. Ergens heeft Oela iets gezien. Het is meestal via de ogen of via het gehoor. Iets gezien of gehoord. Wat dus geleid heeft tot een activering van die waarneming, van de afweer. Omdat dat in het hier en nu lijkt op iets wat Oela als kindje heeft meegemaakt, heel vroeg in haar eerste levensjaren. En ik doe dat door symbool te ontleden en jullie zullen wel, ik zal proberen het heel duidelijk te doen, zodat jullie het goed kunnen volgen. Want ik zal luisteren naar uitspraken om met haar samen te
heel duidelijk te krijgen van wat is nou wat ze heeft waargenomen. Dus dat noemen wij binnen PRI de zintuigelijke waarneming. Dus wat is nou in dat symbool het detail wat ervoor zorgt dat er een gelijkenis onbewust wordt waargenomen met iets in het verleden. Dus dat is de zintuigelijke waarneming. En vervolgens, welke betekenis wordt er onbewust gekoppeld aan die zintuigelijke waarneming? Hè? Want bijvoorbeeld dat rode overhemd, dat is dus een zintuigelijke waarneming. Hè? Dat lijkt op dat rode overhemd van je vader, ik noem maar wat, op die dagen dat hij heel vervelend was. Nou, dat betekenis is dus het belang, hè? Want het is het rode overhemd wat je waarneemt, maar dat rode overhemd, die waarneming activeert dan afweer, omdat er een betekenis aan hangt. In het hier en nu is een rood overhemd neutraal. Dat, ja, god, kan je leuk of niet leuk vinden, maar het heeft geen emotionele betekenis. Maar als er een afweer wordt geactiveerd, komt dat omdat die zintuigelijke waarneming een bepaalde betekenis heeft. En die betekenis komt uit het verleden en die wordt dan geplakt aan het hier en nu. Nou goed, dit is een beetje abstract. Staat ook allemaal uitgelegd in het kleinste boekje. Als je gewoon even snel een idee wilt hebben van de methode. Dat is PRI en de kunst van bewust leven. Daarin doe ik heel veel voorbeelden van symbool, zintuigelijke waarneming, betekenis. Dus dat is wat we nu gaan doen. Oké, Oela. Nou, heb jij een situatie waarbij jij zegt, nou, daar liep ik echt in een afweer. Liep ik vast in een afweer. Ja, dat is bij een gezin, dat is een koppel die een tijdje geleden uit elkaar zijn gegaan. En dus vanaf nu kom ik bij de papa en bij de mama apart. Waar er dan zo'n soort van situatie bestaat waarin de mama hele beschuldigende uitspraken doet naar papa. Waarbij ik voel dat ik zo ga eigenlijk mijn meerzijdige partijdigheid, eigenlijk gewoon wat je zegt van het derde perspectief, toch moeilijk is. Omdat ik voel van ik ga echt bij wijze van spreken naast de papa staan en... Als ik met de mama spreek, dan voel ik zo... zo. Ik zou kunnen zeggen, stop. Met... En dan denk ik, dit is vast een afweer. Want dat is, ik voel dat ik mijn werk op een goede manier aan het doen ben op dat moment. Ja. Oké. Duidelijk voorbeeld, Oela. En welke van deze... Want we hebben hier te maken met twee verschillende afweren. Hè? Dus bij de moeder krijg je... Wij zeggen in Nederland moeder. Dus... Jij zegt in België mama, is wel leuk, klinkt wel leuk, bij de mama. Ja. Bij de mama krijg je dit soort verstikkend angstig gevoel. Hè? En bij de papa krijg jij iets van, ik ga naast hem staan, dus dan krijg je iets van, ik ga hem verdedigen. En dus dat zijn twee verschillende gevoelens. Ja. Hè? Ja. Ja. Oké, nou, dus we hebben te maken met twee verschillende gevoelens, twee verschillende symbolen, twee verschillende afweerreacties. Dus welke zullen we... pakken, want PRI is heel exact, dus we pakken er één gelijk. Ja, doe maar de mama dan. Ja, die is voor jou het sterkste, hè? Ja, ik denk omdat hoe meer dat zij dit doet, hoe meer dat ik naar daar. Dus ik denk als ik daar dan eerst naar kijk, dan kan ik dan nog zien wat ik bij de papa overhoud. Hè? Maar... Ja, heel goed. Oké, dus symbool nemen we nu de mama. Trouwens, goed misschien om even tussendoor te zeggen dat we hebben natuurlijk miljoenen symbolen. Maar het is niet nodig om miljoen symbolen met PRI aan te pakken, want dan zouden we natuurlijk nooit klaar zijn. Het is goed om te weten dat die miljoenen symbolen die zich dagelijks of door de loop van ons leven voordoen, dat die allemaal teruggaan naar die oude pijn. En die oude pijn is eigenlijk te verdelen meestal in twee of drie brokstukken. Dus bijvoorbeeld één stuk van, ik was altijd bang als mijn vader thuis kwam, want die was agressief. En die moeder, ik voelde me verlaten door mijn moeder. Want zo gauw mijn vader thuis kwam, dan bestond ik niet meer. En dus dan heb je een verlating, een stuk van verlating. En je hebt een stuk van bedreiging. En dus dat zijn twee aparte stukken van de oude realiteit. Twee aparte puzzelstukken in dit geval, in dit voorbeeld. En die vertalen zich naar miljoenen verschillende symbolen. Het kunnen hele verschillende situaties in het hier en nu zijn. Je denkt, nou, dat heeft niks met elkaar te maken. En dan ga je met PRI aan de slag. En dan valt het gewoon terug in hetzelfde stuk oude realiteit. En dus dat even ter verduidelijking. Nou, in dit geval, Oela. Je voelt bij je mama, zei je. Je voelt een soort idee zo. Zeg nog eens, wat voel je het meest hè, als zij zo die vader begint te beschuldigen?
Ja, ik voel in mijn buik zo, precies zo, dat daar zo'n soort metalen plaat komt. Dat het echt zo helemaal dicht... Ja, gaat helemaal dicht. Dan zo aan mijn keel zo... Ja. Zodat dat ook zo dicht... Dus eigenlijk, eigenlijk van onder mijn navel tot hier. Ja. En maar wat voor emotie is het? Dus dat is een fysieke gewaarwording, maar wat... Dat freeze zo. Dat ik helemaal zo freeze, zo... En niks meer kan zeggen. Dus angst, zou ik... Ja, hè? Ja. En dat je niks meer kan zeggen zelfs. Ja, hoe graag ik het ook zou willen, maar ik kan niks... Ik kan alleen maar verstijven. Ja. Je kan alleen maar wat? Verstijven. Verstijven, ja. Freeze, ja. Ja, 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 ja. God, ja. Oké, goed. Nou, dat is heel duidelijk. Hè? Dat hoort bij de angstafweer. Nou, als we dan kijken naar... Hè, dus die mama is het wat wij dan het symbool noemen. Nou, wat is datgene wat je in haar waarneemt? Hè? Dus ga nu heel duidelijk waarnemen. Niet interpretatie. Niet van ze doet zo lullig. Maar nee, waarneming. Wat hoor je haar zeggen? Of wat zie je dat ze doet? Wat jou het meest angstig maakt? En... Hier zeg ik vaak tegen de cliënt, doe maar even je ogen dicht. Hè? Dus misschien dat helpt vaak. Doe maar even je ogen dicht om een goed beeld van haar te vormen. En dus denk maar even terug, Oela, de laatste keer dat je daar was. En wat is het nou wat zij doet, wat jou het meest in die angst doet? Wat vind je het meest angstig? Wat zie je of wat hoor je? Wat neem je waar? Ja, ze zegt heel heftige dingen, maar dan is het... Zelfs misschien niet zozeer wat ze dan precies, de uitspraken die ze doet, maar de manier waarop ze het doet. En ik ervaar een hele, hele ijzige, strakke, ja, dichte manier dat ze dat dan zegt. Heel, okay. Ja. Dus dat is eigenlijk wat jou het meest angst maakt, is dat heel ijzige. Ja. Ijzige manier waarop ze zich uitspreekt over de papa. Ja. Waar zie je dat aan, dat ijzige? Kan je dat iets zo concreter? Ja, ze is nogal een grote, statige vrouw, maar dan gaat ze zo helemaal... Dan is ze zo, echt ook zo stokstijf, zit ze dan zo heel recht. En ook zoiets met haar mond, wat dan zo... Ja, zo helemaal niet meer los of vloeiend, maar zo helemaal opgespannen van de... Hmm. Ook een stijfheid, zo. Ja, een soort strakke mond. Ja. Ja, oké, dus... Heel ijzig. Nou, en dan nu de volgende vraag. Hè? Dus dit is de zintuiglijke waarneming. Dus dat is een hele ijzige manier waarop ze de meest afschuwelijke dingen zegt. Maar wat jou het meest raakt is niet zozeer wat ze zegt, hoe erg dat ook is. Maar vooral de manier waarop, die ijzige manier, die zie je dus aan haar hele lichaam wordt helemaal stijf. Haar mond wordt strak. En het komt er heel ijzig, komt het eruit. Nou, Oela, de moeilijke stap nu, hè, en dat is goed om je ogen weer even te sluiten, dat helpt vaak, om focus je is helemaal op dat beeld van die ijzige manier waarop zij zich uitspreekt over die vader. En stel je voor dat jij, hè, dat je zelf als het ware kijkt daarnaar vanuit het perspectief van een klein kind. Hè. Dus misschien helpt het om jezelf klein te maken. En haar groot te maken, dat het nog indrukwekkender wordt, overdrijf het maar, overdrijf die ijzigheid. En wat is nou hetgene wat ze eigenlijk zegt met deze manier van zich uiten? Wat is de boodschap? Wat komt er eigenlijk mee achter deze ijzige manier van zich uitspreken? Wat zegt ze daarmee eigenlijk? Ja, het is zo, niet zo. Zo is het en waag het niet. Zoiets? Ja, ja. Blijf er maar even bij. Neem maar even je tijd. Huh? Zo, echt zo. Kijk, ja. Waag het niet. Het is alsof ze mij in een heel smal iets zet. Ook zo echt. Ja, waag het niet. Oké, heel goed. Blijf er even bij. Dus waag het niet, want als je het waagt, hè, dus wat komt er op jou af, Oela? Deze ijzige energie, laat het helemaal, maak het groot, laat het naar je toe komen. Waag het niet, want anders? Want anders, ja, dan gaat er echt een dan gaan al mijn remmen los op jou. Oh. Oh.
al mijn remmen los. En wat betekent dat dan? Ja, ik kom met al mijn razernij over u heen. Zoiets van... Ja, je gaat eraan. Allee, zo... Ja, dan ga je eraan. Dat is het, hè, Ola. Waag het niet, want anders ga je eraan. Wat voel je nu? Ik voel dat ik er nog zo wat boven blijf in mijn buik. Zo. Dat ik het niet helemaal... Maar ik voel wel dat dat het is, ja. Ja. Wat is de reden, Oela, dat je er boven blijft? Omdat ik mezelf nog opsluit in dat hokje. Weet je wel? Ik zit nog in die wagen, niet, want ik zit nog zo in die verstijving of zo. Ja, oké, heel goed. Dan gaan we even door nog. Blijf er maar naar kijken. Blijf goed ademen. Leg maar je handen onder op je buik. Adem maar naar je handen toe. En kijk naar die ijzige blik die op je afkomt. En wie is dat? Want jij weet dat natuurlijk. Wie dat is die er zo naar jou kijkt. Ja, dat is mijn moeder. Ja, oké. Kijk er maar naar. Maak er maar heel groot. Jezelf klein. Oela, blijf ademen. Blijf goed, dat is heel belangrijk, om uit die freeze te komen. Blijf goed ademen en laat het op je afkomen. Blijf naar haar kijken en kijk naar die ongelooflijke ijzige energie, een blik. Waag het niet, want anders ga je eraan. Dat is wat daar op jou afkomt, Oela, als je heel klein bent. Adem maar goed naar je buik toe. Blijf goed ademen. Hoe voelt het als je dat op je afkrijgt? Zo. Voelt bijna als een elektrische... Ja, weet je? Een elektrische... Ja, alsof er 1000 naalden bij wijze van spreken. Het voelt echt als een geweld dat op je afkomt, maar... Ja. Alsof heel uw lijf daardoor... Ja. Heel je lijf daardoor... Ja. Doorboord, bij wijze van spreken. En je kunt niks doen. Dus je bent helemaal overgeleverd aan... Ja. Een energie. Ja. Veel te sterk is en... Ja, afschuwelijk gevoel. Nou, het is natuurlijk voor nu ook niet nodig, Oela, om er hier dieper in te gaan, want het is echt ontzettend pijnlijk. En dus ja, je ogen inderdaad maar open en adem even goed in en uit, en dat je echt hier terugkomt. Ja. Ik ken jou natuurlijk langer dan vandaag, dus vandaar dat ik ook weet dat jij dit kan doen, dat je hiertoe in staat bent, dat het oké is. Hè? Ik ken die oude realiteit ook, hè? Dus dan... Ja, daarom. Je kent het ook. Ja. Maar het is natuurlijk vernietigend voor een kind. Het is natuurlijk totaal verlammend, levensgevaarlijk, als dit op je afkomt. En als kind kan je dat niet relativeren. En dat trauma, die pijn, die heb je dus heel diep moeten wegstoppen en die wordt dan geraakt. Bij zo'n cliënt, die dan die ijzigheid heeft. Maar die is natuurlijk helemaal niet van plan om jou aan te gaan pakken. Nee. Nee, in het hier en nu. Wat is er in het hier en nu aan de hand? Zou je dat kunnen verwoorden? Ja, ik denk dat die vrouw heel hard in de valse macht zit om zichzelf ook staande te houden, hè, in zo'n situatie van echtscheiding. En maar eigen emoties natuurlijk binnen te houden. En dat voor haar, dat is gewoon een overlevingsstrategie voor haar. Hè. Ja. Dus als je dat binnen laat komen, Oela. Dat deze vrouw zichzelf inderdaad probeert staande te houden. En dat dit natuurlijk helemaal niet naar jou gericht is. En je weet nu waar het aan raakt. Hè? Dus je weet, zij als symbool, welke oude pijn dat raakt bij jou. Hoe zou je dan tegen haar kunnen... Ja...
Hoe zou je nu tegen haar kunnen praten? Wat zou je kunnen doen als je nu aan haar denkt en aan haar ijzigheid? Ja, ik zou het eigenlijk gewoon opmerken. Zo, goh, kijk, merk dat. Amin, dat gewoon heel, heel, heel zwaar is voor jou, deze hele situatie, hoe je nu ook over hem praat. En jullie zijn natuurlijk ook zo lang samen geweest. En jullie voeden de kinderen nog samen op. En ik denk dat we wel samen moeten kijken hoe dat je dat zo kan doen. En zonder wel die... Hè, want de kinderen voelen het ook, hè, de ontzettende boosheid. Hè, want hoe kunnen we daar toch... Ja, een manier in mooi. Ja. Ja. Dus dan kan je echt, zelfs nu, als je nu zo praat, hoor ik echt een soort, ja, ik hoor echt empathie aansluiten bij haar pijn. Ja, dan kan ik naar haar toe, in plaats van dat ik helemaal in mezelf ben. Dus dat is een heel ander gevoel. Ja, heel ander gevoel. Hè? Ja. Prachtig om te zien. Je in de gezicht is ook natuurlijk nu zo anders, terwijl we nu eigenlijk, we zijn niet eens in die pijn, die is niet eens echt geraakt, hè? Want je bevert een beetje boven, zoals je al zei. Maar dan al zie je gewoon het puur het ontleden, weten waar het thuis hoort, terugkomen in het hier en nu, dat je al vers kan kijken naar het hier en nu. Ik al zeg, ja, dat gaat natuurlijk echt niet jou bedreigen. Mm-hmm. Zij heeft gewoon heel veel pijn en probeert zichzelf staande te houden. En als je dan, dan kan je inderdaad aan gaan sluiten bij haar, maar vanuit een ander perspectief. Mm-hmm. Vanuit een derde perspectief en niet vanuit er ingezogen te worden van, ja, kom op joh, zo'n rot vent is het ook weer niet. Mm-hmm. Of... vanuit angst dan maar meegaan. Ja, ik snap het. Het is ook wel heel erg. Hè? Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Dus dat, die afweren, ja, dan word je gewoon... Als je zelf in een afweer komt, word je gewoon in dat systeem verzogen. Dan zit je er gewoon in. Ja. En dan kan je niet meer vanuit je hart aansluiten. Ja. Nou. Oké, nou Oela, dankjewel. Dankjewel voor deze demonstratie. Heel mooi. Ja, ik zie dat we nog 5 minuten hebben. Ik hoop dat mensen... Dit is heel snel, even heel kort, maar zo snel en kort to the point is Peri ook. Dan moet je natuurlijk wel even een paar stappen doen voordat je dit kunt doen, wat wij hier doen. Maar als je mijn boeken leest, zal je zien dat dit is eigenlijk de eerste stap. Nou, om die eerste stap te kunnen zetten, is de moeilijkste stap, denk ik eigenlijk, is de zelfobservatie. Dat houdt in dat je moet kunnen zien... En erkennen wanneer je in een afweer zit. Want er is toch iets in ons mens die dat gewoon heel vaak niet wil toegeven. Nee, dat is niet mijn afweer. Dat komt, die ander doet echt iets fout. Of die ander is echt gevaarlijk. Dus die eerste stap van het jezelf kunnen gaan observeren. Dat is het begin van alle wijsheid. En ja, de praktijk laat zien dat zelfs mensen die al behoorlijke tijd PRI hebben gedaan. Daar nog moeite mee kunnen hebben. En toch... geïdentificeerd kunnen zijn met hun afweer in bepaalde situaties. Dus dat is echt een stap die is niet te onderschatten. Maar als je dat weet, hè, gewaarschuwd mensen telt voor 2, je gaat ermee aan de slag, dan is de volgende stap, is je observeert die symbolen en dan ga je leren om ze te ontleden. En dat is eigenlijk wat we hier nu gedaan hebben. Nou, en natuurlijk, hè, Oela heeft al regressies gedaan, dus daarom weet Oela ook, toen ik op een gegeven moment zeg, goh, weet je waar dit aan raakt? Zei ze, ja, ik weet ook wie dat is. Dat komt omdat Oela natuurlijk al dieper is gegaan en weet, heeft van die 3 brokstukken waar die oude realiteit uit bestaat. En dat is dat kindbewustzijn wat we hebben moeten verdringen achter die muur van afweer. Dat weet Oela al, dus dat maakt het toepassen op deze manier van Peri heel makkelijk. Maar goed... Dat is dus gewoon binnen het handbereik van iedereen. Iedereen kan dit doen. Iedereen die snapt dat er niks is om bang voor te zijn. Dat we allemaal oude pijn hebben. Dat het voorbij is. Dat het ons geen kwaad meer kan doen. Sterker nog, dat we het gewoon kunnen helen. Dat we in dat oude programma kunnen. In die ellende die we in de eerste paar jaar hebben meegemaakt. Wat het ook was, maakt niet uit. We kunnen daarin, we kunnen dat naar boven laten komen. En we kunnen vervolgens het hier en nu erin stoppen. Want dat is wat de laatste stap die ik met Oela deed. Dat is het... Oké, nou, ik weet niet waar het aan raakt. Oké, dus dan komt dat los, als het ware, die gevoelens. Die komen los van het hier en nu. Dus ik, die moeder waar ik zo bang voor ben, poef, dat komt los. Oh ja, die angst gaat over mijn moeder toen. Nee, dan heb ik gewoon hier nu die moeder die zo ontzettend ijzig is en boos is. Nou, wat is er dan nu aan de hand? Hè? Dus dan kijk je helder... vanuit de volwassen bewustzijn naar dat hier en nu. Ik denk, ja, die vrouw die is natuurlijk gewoon helemaal in de afweer, omdat ze natuurlijk vreselijke pijn heeft. Nou, en wat krijg je dan als je zelf niet in de afweer zit? Krijg je gewoon heel veel empathie en compassie? En dan denk je, god, die arme vrouw en ook die
die arme kinderen daaromheen die dat zien. En wat afschuwelijk. En dan kan je gaan aansluiten. Maar dat is aansluiten niet vanuit meegaan in. Van, oh, het is ook zo erg en wat hij ook allemaal doet. Nee, dat is empathie waar iemand alleen maar verder mee van huis komt. Maar dan kan je werkelijk gaan aansluiten omdat je een derde perspectief hebt en kan zien dat iemand aan het overleven is in een afweer waarmee hij zich beschermt tegen iets in het verleden. Dan kan je in het hier en nu op een totaal andere manier te werk gaan. En heel belangrijk, kan je zelf er heel anders in staan. Nou, wat zou dat al waar zijn als wij, hè, als hulpverleners er gewoon fris bij kunnen zitten. Hoe heftig de dingen ook zijn soms die we meemaken. Nou, beste mensen, heel veel dank voor jullie aanwezigheid hier vandaag. Ik hoop dat het webinar voor jullie natuurlijk interessant was, maar ik hoop vooral ook dat het jullie iets kan geven van dat je het gevoel krijgt van, hey, hier heb ik misschien wat aan, praktisch gezien, gewoon om 's ochtends met minder buikpijn naar mijn werk te gaan, om effectiever aan te kunnen sluiten bij de probleemgezinnen, bij de kinderen die helemaal ook doordraaien, op wat voor manier dan ook. Dat zou echt fantastisch zijn als dat zo is. Dat, meer kan ik me niet wensen. En weet, als je verder wil, dan zijn er allerlei mogelijkheden. Gewoon heel simpel te beginnen, alleen al met boeken lezen. En dat kan iedereen doen. Dus heel, heel veel succes met jullie fantastisch belangrijke en heel moeilijke werk. En ik hoop echt dat er vanuit de overheid steeds meer steun zal gaan komen. En inzicht in dat we niet symptomen moeten behandelen, maar dat we naar oorzaken moeten kijken. En dat we op dat niveau moeten gaan ingrijpen. En wat mij betreft is die tijd heel dichtbij. Dank jullie wel. En sterkte vandaag met alle goede dingen die jullie nog gaan doen. En wie weet, tot een volgende keer.